gaan we een oefening doen waarbij we ons eigen lichaam gebruiken om bewegingen te maken. De oefening is zittend, dus als je niet al zit, pak een stoel erbij en dan kunnen we beginnen. Stap 1. We beginnen met verschillende lichaamsdelen naar elkaar toe brengen. Bijvoorbeeld je knie en je elleboog, je hand en je arm, je hoofd en je knie, je elleboog en de stoel, je hand en de stoel enzovoort. Hier gaan we even oefenen. Stap 2. In plaats van de lichaamsdelen naar elkaar toe te brengen, gaan we ze proberen zo ver mogelijk van elkaar af te zetten. Dus probeer je hele lichaam uit te stretchen door bijvoorbeeld je elleboog zo ver mogelijk van je voet vandaan te halen. Je kunt ook kiezen tussen bijvoorbeeld je hoofd en de stoel. Je kunt van alles verzinnen. Hier gaan we even ook mee oefenen. Stap 3. Je gaat de eerste twee stappen samenvoegen. Je kunt dus de ledematen naar elkaar toe brengen. Je kunt ze ook zo ver mogelijk van je afzetten. Vergeet de stoel niet. Je kunt ook met de stoel spelen. Bijvoorbeeld je elleboog op de stoel of je elleboog zo ver mogelijk van de stoel. We gaan improviseren. Oké, je hebt het een en ander geoefend. We gaan een kleine combinatie doen. Ga recht op je stoel zitten met je handen langs je lichaam. En we beginnen met onze handen naar de schouder. 7, 8. We gaan elleboog en knie. En uit. In, handen uit elkaar. Ellebogen naar de stoel. Handen naar de stoel. Knie, hoofd. En uit. Grote cirkel. Elleboog op de stoel. Uit en de zwaai. Zwaai. Handen naar elkaar. En opzet je voet terug. We hebben een moeilijk stukje. We gaan 1, 2, 3, 4. Nog een keer. 1, 2, 3, 4. Ja, dat gaat vrij snel. Dus we hebben de zwaai, zwaai, in, op. Ta, 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 ta. Hoofd smelt. Hoofd naar je knieën. En op. Uit. Hand naar je schouder. Doen we de andere kant. In. Uit. In. Uit. In. Laag. Knie, hoofd. Uit. Grote cirkel. Elleboog. Uit en de zwaai. Zwaai. Handen. Op. Tjak. Pa, pa. Ta. Hoofd. Knieën. Op. Pa. En dan zou je weer de andere kant kunnen doen. We gaan wat muziek doen.